Bon dia! We zijn onderweg naar de airport om onze hoefsmid Charmaine op te halen. Hopelijk komt hij nu wel aan. Hij zou afgelopen vrijdag al komen, maar toen regende het zoveel en had hij vertraging en nog een keer vertraging en nog een keer vertraging, dus toen kwam hij niet meer. Maar hopelijk gaat het vandaag wel lukken. Hij komt dus aan vanaf Curaçao en hij moet onze paardjes weer beslaan en bekappen. Dus we gaan het zien. Hopen dat hij aankomt nu. Charmaine moet even zijn aanbeeld ophalen bij een collega dierenhouder. Nee, ze hebben ook struisvogels. Charmaine is bezig met Scarlett, dat is de eerste. En daar staat Blondie. Nou, Charmaine is nu achter me met Tigretto bezig, onze KWPN. En wil je nou meer weten over Charmaine en wat hij doet, dan moet je even klikken op het link hierboven. Daar heb ik namelijk een video over voor Bit Magazine, waarin hij zichzelf ook voorstelt. Deze is de volgende. Pasofino's en Lady die hoeven niet. Die waren vorige keer nog geweest en die voeten groeien nu niet zo hard. Nu is het een beetje kouder. Kouder weer is, klinkt ook zo gek, maar het is een beetje frisser, dus ze groeien iets minder hard. Dus Charmaine is klaar voor vandaag hier. Trouwens net al hooi gevoerd, dus we kunnen zo gaan. Wij hebben net Charmaine weer weggebracht. Die gaat even eten en dan gaat hij naar de volgende klant. En nu gaan we even brood halen en dan gaan we ook naar huis om even te eten en even siesta te houden. Lekker in mijn haar zo. Ik heb het gisteren gewassen, dus het zit lekker los. We zijn weer op stal en ik ga eventjes Poco in de bak zetten. Die mag even los, die heeft een vrije dag. Pokie! Nou, Poco heeft even lekker gerold alweer. Dus ze was schoon, maar nu niet meer. En ondertussen heb ik Tango uit de stal gehaald. We gaan even een rondje doen. Nou, een rondje rijden. Wat heb je een mooie nieuwe voetjes, Tango? Nou, ondertussen zit ik weer op Tango, mijn vriendje. Oortjes naar voren. Ik zei net ook even een rondje gaan doen, dat ga ik ook doen, maar wel even een bijzonder rondje, want ik ga namelijk eventjes snoeien. Ik heb morgen weer een tour met toeristen en dan ga ik altijd over de Red Hill, dat is een wandelpad eigenlijk, of een fietspad voor mountainbikes. En daar heeft natuurlijk heel veel geregend de laatste tijd, dus er groeien nu best wel weer veel struiken overheen. Dus ik heb mijn tangetje bij me. En dan gaan we even snoeien. Ja, die hebben we hier ook helaas, het leger. Boompjes waar ik een beetje aan ga snoeien, want die takken hangen over het pad heen. Die heb je dan net in je gezicht hangen als je niet uitkijkt. Dus gaan we even knippen. Kijk, en op zich zijn die takjes natuurlijk niet zo erg. Maar, hi vriend. Kijk, er zitten dus zulke stekels aan. Nee, maar kom maar hier blijven. Ik laat hem ook gewoon losstaan. Even blijven wachten. Even oppakken, deze nog. Hop. Dus die stekels, zie je, die wil je niet tegen je paard of tegen jezelf aan hebben. Hop. Oké, dat was deze. Gaan we door naar de volgende. Nou, hier kunnen we ook wel even wat opruimen. Kakjes over het pad heen. Ga ik weer even afstappen. Ja hoor, ik heb er al één in mijn vinger gehad. Lekker paadje dit ook, hè? Heel rotspaadje. Maar mijn vriend Tango loopt er zo overheen, hoor. Moet je niet met je Nederlands paard proberen dit. Dan is hij gelijk kreupel, denk ik.
Maar deze paarden zijn eraan gewend. Ja, en daar is weer een takje. Die gaan we ook even knippen. Lekker, vriend. Ik zou het maar niet eten. Kijk, vanaf hier heb je wel heel mooi uitzicht op zee. Tussen de cactussen door. Mooie blauwe zee. Nou, en hier groeit ineens heel veel gras. Dat hebben we nog nooit gezien hier, maar alle regen doet er nog iets goeds. Allemaal gras. Nou, deze is ook wel lang eigenlijk. Hier een paar takjes ook af. Dit is ook zo'n mooi uitzicht vanaf hier. Kijk, hier kijk je op lagoon waar we zaten gaan zwemmen met paarden. En daarachter zie je de zee. En misschien, ik weet niet of je dat in beeld ziet, zie je ook naar de vuurtoren van Spelong. Dat is het meest oostelijke punt van het eiland. Nou, hier komen we aan bij de achterkant van Lagoon. Dus van het strandje waar we wat gaan zwemmen. En hier zie je mangrovenbos. Dus dat is bos wat groeit in zoutwater. Maagdelijk zand hier! Mooi is dat! Nou, en hier is het strandje waar we wat gaan zwemmen. En de gordeleraars kunnen hier dan eventjes een galopje doen. Nog een dagje natuurlijk. En dat ga ik nu ook even doen. Dus ik ga eventjes mijn camera wegstoppen en dan zie ik jullie zo weer. En dan rijden we zo langs de flamingo's. Kijk maar, daar zijn er een paar. Het is 6:10 en het wordt al bijna donker. We zijn klaar met werken voor vandaag. Dus bij deze ga ik de vlog voor vandaag afsluiten. Ik hoop dat je weer leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Even een duimpje omhoog natuurlijk, ook altijd leuk. En ik zie jullie morgen weer. Doei!